Aansluitend op deze nieuwsronde kunt u kijken naar een gesprek van Alberta Schuurs met Nettie Verbeek over de mantelzorg voor haar man. Deze week in nieuwsronde: het 22 QL Relatiesyndroom, sloopt Twistlied school begonnen, Tansu heeft nu haar eigen woning, kerstbomen verzamelen lucratieve handel en het Panna toernooi van het jongerenwerk. De 15-jarige Jasper uit Amstelhoek is geboren met het 22 QL-syndroom. Op het 22e chromosoom mist hij een stukje DNA en dat heeft grote invloed op zijn leven. Nadat ik echt heel veel naar het ziekenhuis ben geweest, 40 keer. Toch? Ja, 40 keer in het ziekenhuis gelegen. 15 keer geopereerd. 1 op de 2000 kinderen heeft 22 QL en daarmee is het na Down het meest voorkomende syndroom. Toch is er weinig over bekend, omdat de symptomen erg verschillend zijn. Er zijn kinderen die bijvoorbeeld een hartafwijking hebben, een gehemelte probleem hebben, maar ook psychische problemen, niet mee kunnen komen met leren bijvoorbeeld. Dus het is heel breed. Daarmee is het ook lastig te herkennen, wat grote gevolgen kan hebben. Geen juiste diagnose is eigenlijk te late behandeling. En waardoor er dus al problemen kunnen ontstaan. Bij Jasper hebben ze bijvoorbeeld de amandelen geknipt en dat had absoluut niet gemogen. Hij heeft daardoor nog 2 hersteloperaties gehad. En die hersteloperaties hebben ervoor gezorgd dat hij daarna gewoon toch kon leren praten. Jasper merkt dat hij niet altijd dezelfde dingen kan doen als zijn jongere broertje. Hij dat niet meer knipt en dat soort dingen. En ja, hij zit ook op een andere school. En ik zit in de rol van de 5 niet en dat is wel lastig, want heel veel mensen zitten me dan zo aan te kijken van zo, ja, ik ben, soms vragen ze wel eens en zeg ik gewoon antwoord. Want wat zeg je dan als mensen vragen waarom zit je in een rolstoel? Dat ik gewoon niet zoveel kan lopen en zo, en dat is het eigenlijk alleen. Dus dat hoef ik voor de rest niet echt te zeggen. Want als je zegt 22 Q11, dan denk ik dat heel veel mensen dat niet kennen, toch? Ja, klopt. Dus dat is wel lastig om het wel eens te zeggen. Dan denk ik met van, wat is dat nou? Om die reden zijn Jasper en zijn moeder ambassadeur bij de stichting Steun 22 Q11. Zo hopen ze dat het syndroom meer bekendheid krijgt. En, doordat je het niet meteen ziet aan deze kinderen, ja, worden ze vaak niet begrepen. Oh jee, daar heb je dat vervelende kind weer in de speeltuin bijvoorbeeld. Terwijl als je dan een kindje met Down in de speeltuin hebt en hetzelfde gedrag vertoont, dan is het al snel van, oh, maar hij heeft Down, dus ja. Het is eigenlijk wel logisch dat hij niet zo netjes reageert of anders reageert. En ja, met 22 Q11 heb je dat niet. En dan zou het heel makkelijk zijn als je kan zeggen, ja, sorry, maar mijn kind heeft 22 Q11. Om de stichting te steunen verzamelt Mireille uit heel Amstelhoek tweedehands kleding en speelgoed. Dit is de opbrengst van 1 week. Nou, kinderkleding, speelgoed, eigenlijk van alles wat tweedehands is. En sommige dingetjes zelfs nieuw. En die krijg ik allemaal van mensen uit de buurt. En met die spullen die ik inzamel, ga ik alles sorteren, prijzen en wordt een deel te koop gezet bij jouw marktkraam in Uithoren. En een ander deel, eigenlijk de grotere dingen, die gaan op mijn eigen pagina Tweedehands Kids op Facebook. En de gehele opbrengst is van Stichting 22 Q11. Vorig jaar heeft Mireille 7800 euro ingezameld. Geld dat de stichting goed kan gebruiken voor meer onderzoek en promotie. Nu zag ik ook jouw hoofd bijvoorbeeld op posters en ik zag je al op een filmpje op het internet. Hoe is dat voor jou? Ik vind het zelf wel leuk, want ik ga er ook vaak naar de plekken, want dan zie ik mezelf ook gewoon hangen. En dan maak ik gewoon ook zelf een foto, een selfie met mij. Wat hoop je dat mensen denken als ze die posters zien? Ja, ik hoop vooral dat het echt meer bekend wordt. Dus ja, dat de mensen denken van, oh, is het altijd precies? Maar het is ook leuk om het te hebben, want je kan ook gewoon leuke dagen hebben en zo. Dus ja, zoals laatst was ik met Kanye West was ik uitgenodigd. Zo worden er voor Jasper leuke uitjes georganiseerd. Hij ontmoette zijn held Martin Garrix al 2 keer. Zelf wil Jasper ook graag DJ worden. Jasper hoopt dat er veel aandacht komt voor 22 Q11 en dat hij minder vaak hoeft uit te leggen wat hij heeft. Want ik ben eigenlijk gewoon een normaal mens, maar ik vind het wel leuk. Er wordt wel zo naar omgekeken, zeg maar. We gaan hierin op koude.
naar Lisa toe. Die moet thuis zijn vanwege corona in de familie. Maar we gaan haar verrassen nu dat zij een van de twee nieuwe kinderburgemeesters wordt. Kijk, volgens mij moet het hier zijn. Het is nummer 18. Hallo. Goedemorgen. Ik kom hier even op bezoek of Lisa er ook is. Ja, die is er, ja. Oh, hallo. Hallo. Jij bent Lisa, hè? Ja. Nou, kom even in de deuropening staan. Maar blijf me even zo, blijf me op je sokken. Ja. Hé, nou jij bent, ik kom je verrassen. Hier staat op, gefeliciteerd. En weet je waarvoor dat is, denk je? Kinderburgemeester? Ja. Jij bent één van de twee nieuwe kinderburgemeesters. Cool, ik had dat helemaal niet verwacht. Maar mijn moeder zei helemaal, je moet helemaal een mooi pakje klaarleggen. Maar ja, ik had ook wel, ik moet verrast worden. Niet dat ik helemaal klaarsta en dat ik het niet word. Nou, kijk, maar je ziet er ook prachtig uit. Heb je wel zin in? Ja, wel heel erg. Want ik had er ook wel heel veel zin in. Ik vond het ook wel heel erg leuk om zo'n filmpje te maken en zo. Ja. En, het was ook een heel knap filmpje waarin je gepresenteerd hebt. Waar heb je het meeste zin in, denk ik, als kinderburgemeester? Ik vind gewoon praten voor mensen ook heel leuk en grote groepen en zo. En dat, ja, dat lijkt me ook wel heel erg leuk. Volgens mij moeten we dan ook echt maar gauw van corona, want dan kunnen we weer grote groepen hebben, grote feesten. Want anders staan we zo met z'n tweeën op een beetje afstand. Ja, dat is waar. Nog iets weten of is het voor nu voldoende, denk je? Ja, niet echt, maar nee. Nee? Nee. Nou, tot ziens dan, hè? Tot ziens. Ik ben nu op de Driehuisschool in Meidrecht en loop mee met Ilonka Hartzink. Die is hier de locatiedirecteur, noem ik het maar even. En we gaan naar de klas van Brian. Brian zit in groep 7 en we gaan hem verrassen met de mededeling dat hij kinderburgemeester is geworden. Hallo. Ja. Maar mijn bril is een beetje aan het beslaan. Waar is Brian? Ja. Hier. Hallo. Ik kom jou een beetje verrassen. Zullen we even voor de klas gaan staan? Weet je waarvoor ik kom? Ja, denk het wel. Wat denk voor de kinderburgemeester. Ja. Wisten jullie dat Brian zich had aangemeld als kinderburgemeester of niet? Nee, dat heb je een beetje geheim gehouden, denk ik. Maar we hebben in de Ronde Veen hebben we altijd een kinderburgemeester. We hebben er eigenlijk altijd twee. En voor het nieuwe jaar willen we ook weer graag twee kinderburgemeesters hebben. En Brian die had een hele mooie video gestuurd waarin hij dat wil worden. En hier staat ook op. Gefeliciteerd, alsjeblieft. Dankjewel. Heb je zin in? Ja. Je had je aangemeld omdat je dacht, ik vind dat wil het ook leuk te doen. Dat je wilde inzetten. Ja, voor sport en voor veiligheid. En wat vind je dan belangrijk voor sport en veiligheid? Voor sport dat iedereen gewoon gratis op een sportvereniging kan. Okay. Want soms kunnen de ouders dat niet betalen. En voor veiligheid, want ik ken wel een paar mensen die van vuurwerk al iets hebben gekregen. Ja. Nou, dat is ook, wij denken dat het altijd mooi is als kinderen, ook jongeren, zich bemoeien met die dingen in de gemeente. Want kijk, ik ben natuurlijk al heel oud. Nog veel ouder dan jou, dan de meesten hier. Maar jullie zijn nog heel jong en moeten nog heel lang in deze gemeente of ergens anders wonen. Dus we hopen graag dat ook kinderen en jongeren mee nadenken over hoe de gemeente, hoe het wordt hier, hoe het allemaal gaat doen in de toekomst. Ja, hartstikke leuk. Dat was ze eigenlijk. Dat is goed. De eerste muren van de Meidrechtse Twisvlietschool zijn inmiddels neergehaald. Er wordt daar plaats gemaakt voor de bouw van 50 starterswoningen. Meneer Kroon, u bent wethouder in Meidrecht en altijd bezig met bouwen, maar vandaag slopen, hoe zit dat? Ja, soms moet je eerst slopen om te kunnen bouwen. Dus we staan bij de oude Twisvlietschool en vandaag beginnen we met slopen. En volgende maand is de planning de eerste palen de grond in voor de 50 starterswoningen. En waarom wordt de Twisvlietschool gesloopt? Ja, wat we zien is dat er vroeger meer kinderen waren en meer scholen nodig waren. En dus er worden scholen overbodig. En dit is een van de scholen die overbodig is geworden.
Verderop, de trekvogel is ook al buiten gebruik. De kinderen die hier gezeten hebben, zullen ook weer kinderen hebben. Waar zijn al die kinderen gebleven? Ja, kijk, vroeger hadden we natuurlijk gezinnen met veel meer kinderen. Hè? We hadden er 3 of 4. En tegenwoordig zijn het er meestal 1, 2, soms 3. Dus de populatie is gewoon aan het dalen qua kinderen. En daardoor zijn er scholen overbodig. We krijgen hier 50 startswoningen. 26 in de sociale verhuur bij GroenWest en 24 koopwoningen. Ja, die woningen zijn we echt van plan om te verkopen, CQ de ontwikkelaar te verkopen, aan lokale inwoners. Dus echt de jongeren van onze gemeente. Dat we heel blij zijn dat we dit binnen best snel gaan realiseren en dat de verkoop ook aanstaande is. Daar krijg ik al heel veel vragen over en ik weet mijn collega's op het gemeentehuis ook. Dus zodra daar meer duidelijkheid over is, zullen we dat ook in de lokale kranten zichtbaar maken. Om te zorgen dat echt die lokale starter hier kan komen gaan wonen. Wat fijn dat je er bent. Ik heb gezien dat u acteur was hier op deze school. Hoe zit dat? Ja, hier hebben we ook nog mijn eerste filmspoor, waarschijnlijk ook mijn laatste filmspoor gezet samen met de burgemeester. Dat klopt. Voor de film De Luizenmoeder. Ja. Ik heb geen plek. Ik kom letterlijk op straat. Ik word echt een zwerver. Ik heb geen idee. Dit was Tanso in september. Ik heb er gewoon geen woorden voor. En dit is Tanso nu. Hier zit ik nou elke avond. Lekker op de bank. Met een kopje thee. Kaarsjes aan. Heerlijk. Toen haar opa overleed, moest zij haar huurhuis in Meidrecht verlaten. Wij spraken haar toen ze dakloos dreigde te worden. Ja, door mede dat zeg maar de media in het spel is gekomen, is eigenlijk alles heel snel gaan rollen. Waardoor GroenWest ook tegen ons heeft gezegd van, hey jongens, we willen in gesprek en we willen het gewoon goed met jullie gaan afhandelen. De woningcorporatie regelde een tijdelijke woning in Woerden en na een paar maanden een vaste woning in Meidrecht. Dat is de woonkamer, de keuken. Ja, het is echt mijn eigen plekje. Ik moet nog wel wennen, moet ik zeggen hoor. Ik kan het nog niet, zeg maar, nog niet heel goed beseffen dat dit gewoon mijn huis is. De afgelopen maanden waren heftig voor Tanso. En we waren zeg maar gewoon echt letterlijk mijn spullen aan het verhuizen. En daartussendoor kwam nog een fotograaf en dan kwam Casa nog met hun filmteam. De reactie stroomde binnen. Positieve? Ja, heel veel verschillende soorten mensen. Die zeiden van, ja, ik heb nog zelfs een bank vrij, ik heb zolder een plekje voor je. Of ja, het waren echt hele lieve berichten. Dat ik dacht van, dat had ik niet verwacht. Maar ook negatieve? Ja. Heftig. Ik wist niet zo goed hoe ik daarmee moest omgaan. Dat, ja, een stukje angst komt er ook wel bij kijken. Dan denk je van, ja, wie ben jij eigenlijk? En wat weet jij van mij? Inmiddels is het weer rustig en geniet Tanso van haar nieuwe woning. Ja, het kan eigenlijk alleen maar gewoon beter gaan. Dus eind goed, al goed. Niels! Hallo? Hoe vaak heb jij kerst gevierd? Ik denk iets van 128 keer. Ik zamel de kerstboom in en dan komt de gemeente ze ophalen. En per boom krijg ik 50 cent. In heel Amstelhoek haalt Niels de bomen op. Kleine en grote. Slepend achter me aan met een touw. Of gewoon in de hand zo achter me aantrekkend. De opbrengst van de bomen kan Niels heel goed gebruiken. Ik wil dit jaar 2 keer op kamp met scouting. En dat is een keer in Duitsland en een keer in Nederland. Hier. Dit is zijn lievelingsboom. En waarom? Nou, hij is zo klein. En daardoor is hij heel makkelijk. Daar wil ik er wel een stuk of 100 van hebben. De 128 bomen zijn vorige week opgehaald en door de hakselaar gegaan. In de kerstvakantie organiseerde Jongerenwerk de Ronde Venen een panna-toernooi. We blikken even terug naar eind vorig jaar.
Ja, een goede panna is eigenlijk eentje die onverwachts is en snel is en waar ook een technisch hoogstandje aan zit. En we proberen hier zo goed mogelijke panna's te zien en we hebben hele mooie panna's gezien ook van de jongens. Dus we zijn erg onder de indruk van het niveau. We hebben namens Jongerenwerk een panna-toernooi georganiseerd voor de jongeren in de kerstvakantie. En dat hebben we op 4 locaties gedaan. Zowel in Meidrecht, Apkoude, Wilnis en Vinkeveen. En nu hebben we de finale dag in Meidrecht. Ja. We hebben heel veel talenten. We hebben heel wat jongeren gezien de afgelopen dagen. En de beste 18 zijn nu bij de finale dag. En het niveau is hoog. En we hebben hele mooie panna's gezien. En de jongens zijn ook heel technisch. Hey, even vertel eens, wat maakt hem nou zo goed? Hij is heel snel reactievermogen en scoort veel doelpunten. Echt goede balcontrole, veel grip ook op de grond. Met zijn goede schoenen. Ik wil nog wel tegen Tom, dat is degene met het shirt. De jongen hier zo. Kom eens even bij, kom eens even bij. Hey, hij wil je gaan verslaan, hè? Ja, natuurlijk. Dat gaat hem niet lukken. Dit was Nieuwsronde van deze week. Heeft u ook nieuws te melden? Laat het ons weten via redactie@rtvrondevenen.nl. We zijn vanmiddag bij Nettie Verbeek en zij is al jarenlang mantelzorger voor haar man Jan. Kunt u iets vertellen over uw man? Ten eerste dat hij een ontzettend lieve man is. En dat was hij al voordat hij dementie kreeg. En ja, hij heeft het behouden. Het komt nog altijd weer naar boven. Al zijn zorg. Hij vraagt heel vaak nog aan me. Zorg ik wel goed voor je? Heb ik wel goed voor je gezorgd? En hij is ontzettend gelukkig als ik er ben. Ik ook. Wij hebben het heel goed samen. En toen, het is al bijna 2 jaar geleden dat de corona begon. En toen zat uw man in de dagbesteding. Hoe was dat toen voor u? Want hij kon daar niet meer heen, dus toen was hij hele dagen thuis. Hij is dus 3,5 week is hij hier 24 uur per dag bij mij thuis geweest. En als ik terugkijk op die 3,5 week, dan is dat een beetje de kostbaarste tijd die ik met hem heb doorgebracht. Maar ik besefte heel goed vanaf het eerste moment, dit kan ik niet zelf helemaal volbrengen, want ik was heel erg moe toen al. En wij hebben hier in de straat hebben we een groepsappje. Dus ik heb meteen in de straat groepsapp een oproep gedaan. Lieve mensen, Jan is dus helemaal thuis, dag en nacht. De dagopvang is dicht. Wie kan helpen met opvangen van Jan? Want ik ga het niet in mijn eentje helemaal trekken. En ik kreeg onmiddellijk reacties. Eén mevrouw die wilde om de dag een half uurtje wandelen met Jan. Hij liep toen al heel slecht. Het heeft ze ook kunnen zien. Want we liepen heel vaak heen en weer hier in de straat. Vond ze niet erg. En een andere buurman in de straat, die kwam en die zei net, Jan mag iedere donderdagochtend bij mij zijn. Dan kom ik hem om 9 uur halen. En dan na de lunch breng ik hem weer terug. Vind je dat goed? Ik zeg, ja, dat vind ik goed. Prima, dat vind ik zelfs heel fijn. Maar zo zijn wel andere mensen hier komen aanbellen. Die wilden graag boodschappen voor me doen. Dat ik zelf niet
Jan alleen hoefde te laten als ik boodschappen ging doen. En zo heeft, ja, hulp kwam van alle kanten. Ja, dus dan u als mantelzorger staat er ook niet alleen voor. Nee. Dat heeft denk ik wel heel veel geholpen. Heel veel. Ja. Is het moeilijk om op hulp te vragen in deze situatie? Nee, heb ik geleerd in de loop van de jaren. Oh ja, ja. Ja, maar ik denk ook wel, want ik heb in 2006 dus voor het eerst gehoord. Er is met Jan echt iets aan de hand. En toen al ben ik eigenlijk, heb ik met Jan samengesproken. En toen zei ik, Jan, vind je het goed als we in het dorp bij de winkels gaan zeggen wat er met je aan de hand is? Ik zeg, dan komen we niet voor gekke verrassingen te staan. Ik zeg, en ze gaan ons helpen. Dat weet ik zeker. Nou, dat vond hij allemaal heel erg goed en heel erg fijn. Dus toen ben ik er eigenlijk al mee begonnen, hulp vragen. Ja. Ja. En dat heeft me ontzettend geholpen. Nu in deze coronatijd is het Alzheimer Café is gestopt. Maar het dementietrefpunt, dat loopt nog wel door. En daar kwam u ook wel. En op een gegeven moment heb ik begrepen dat daar ook gesprekken zijn geweest waarin u uw verhaal heeft verteld. En dat is uiteindelijk uitgemond in een boekje. En dat boekje heeft u ook nog niet gezien, hè? Terwijl we hebben hem hier nu liggen. Mm-hmm. En die ga ik aan u uitreiken. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe u dat vindt. Maar ik ga ook even in beeld natuurlijk. En dan ga ik deze aan u geven. Want dit is echt een boekje waar uw verhaal in staat. En waarin wij ook echt hopen dat andere mantelzorgers dat boekje ook komen ophalen. De Voordijk. Ja, ja, dat is echt mooi, hè? Dat is de hulp geweest. Ja. Toen die dus hier niet meer naar de dagopvang kon. Dan liepen we iedere dag de Voordijk. Daar deden we 2,5 uur over. Oh. Want overal mochten we op bankjes zitten. Ah. En ja, geweldig. Ja, ook weer voor gevraagd, hè? Ja, ja. Ja, want dat is echt de rode draad in uw verhaal, hè? Als mantelzorger. Vraag hulp en accepteer hulp. Ja. Ja. Dus wij hopen ook dit boekje, dat ligt bij Timpaan de Baat in Meidrecht en in Abcoude. En dan kunnen mensen het ophalen en we hopen ook dat ze dan in gesprek gaan met mensen van Timpaan de Baat. Ook om nou ja, te kijken wat andere mensen voor ze kunnen betekenen. Ja, wat een mooie foto, hè? Ja. 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 Jeetje. Nog net zo knap als toen u trouwde. Ja. Eigenlijk nog mooier, vind ik. Zoveel samengedeeld. Ja. En nog. Ja. Ja, mooi is dat. Prachtig. Ja. Jeetje.